En in 1934 is het zover. Jan maakt zijn eerste grote promotie. Hij wordt overgeplaatst van Sumatra naar nog een veel grotere onderneming in het westen van Java. En die onderneming die heet Gunung Tugal. Nou, die naam mag ik meteen vergeten. Maar dat lag vlakbij het kleine dorpje Rangas Pitung. Mag ik ook meteen vergeten. Maar dat lag in het district Lebak. En nu staan een paar literatuurkenners onder ons vanavond op. En die zeggen, Lebak, Lebak. Daar speelde zich het toch af. De Max Havelaar. Hè? U kent Max Havelaar, die schitterende musical van Jos Brink. 35 minuutjes, jongens. We liggen op schema. Maar we gaan meteen door. Jan komt aan, Lebak, Gunung Tugal. En hij schrijft dan het kleinste zinnetje in zijn memoires. Maar ik weet zeker, dit was het belangrijkste zinnetje dat hij ooit in zijn leven heeft opgeschreven. Want hij schrijft, daar heb ik haar ontmoet. Daar heb ik haar ontmoet. Over wie gaat het? Gunung Tugal was een enorm grote onderneming. Er werkten tal van employés. Die employés waren allemaal keurig netjes getrouwd. Prima in orde. Dus er waren allemaal kindertjes. En ieder jaar kwamen er steeds meer kindertjes bij. Nou ja, die kindertjes moesten op een gegeven moment allemaal naar school. Dus op een gegeven moment wordt het veel praktischer en ook veel economischer om een onderwijzeres aan te stellen op de onderneming. In plaats van dat je die kindertjes natuurlijk iedere dag in een gammel autootje naar Rangas Pitung brengt en je hebt geen idee hoe het afloopt. Dus er wordt een advertentie gezet in de Java-bode. U kent hem inmiddels, hè? De krant van Wakkere Batavia. En daar staat het, onderneming Gunung Tugal zoekt met grote spoed een onderwijzeres. Nou, daar komt precies één reactie. Naar boven afgerond. Eén reactie. Van een mejuffrouw Aukje van der Werf. Vers van de kweekschool in Bandung. Nou ja, als je nou maar één reactie krijgt, ga je natuurlijk niet een hele sollicitatieprocedure in werking zetten. Dus aan Jan de opdracht om deze Aukje, wie het dan ook is, op te halen van het stationnetje in Sukabumi. En ik vind het ontroerend. Het is iets meer dan 75 jaar geleden dat Jan Aukje heeft opgehaald van het stationnetje. En een mensenleven later doe ik hetzelfde voor u. Ik haal Aukje op. Ja, daar hoor ik al het eerste instemmend gemompel van de vrijgezellen van vanavond. Ik heb een vraag. Stel, je woont in je eentje in een oerwoud. Die ga je wel ophalen, hè? Die ga je wel ophalen. Mooi is dit. Wat zijn dit een mooie foto's, hè? Kijk even rustig naar. Dit voor mij, de hoogtijdagen van de fotografie. We hebben tegenwoordig allemaal digitale camera's. En we klikken 600 keer, ja, en dan zit er altijd wel eentje bij. Nou, dat was vroeger helemaal niet zo. Dit heette in één keer raak, hè? Dan ging je gewoon naar een echte fotostudio, maak je een heuse afspraak, ging je zitten op een stoeltje. En dan mocht je dus niet bewegen tussen 1:15 middags en 9:50 s'avonds. En dan kwam je dus thuis met zo'n geweldige, maar dit is een mooie vrouw. En reek maar, dat had Jan van Vleuten natuurlijk onmiddellijk gezien. Die had zijn ogen echt niet in zijn zak zitten, hoor. Mijn vader zegt altijd wat ondeugender. Mijn vader zegt altijd, oom Jan had een bepaald niet om mee te plassen. Leuk voor later, begrijp je? Jan zegt het zelf wat poëtischer. Jan zegt, soms kan het zomaar gebeuren tussen twee mensen. Twee mensen zien elkaar voor het eerst en op dat moment beseffen ze, wij horen bij elkaar. Wij zijn voor elkaar geschapen, wij zijn voor elkaar voorbestemd. Wij gaan bij elkaar blijven tot de dood. Dat grote geluk is mij overkomen met Aukje van der Werf. Ik zag haar daar staan op dat station in Sukabumi, een werkelijk beeldschone vrouw. Ze was slank, ze had bruin haar, ze had een modieuze zonnebril. Ze leek zo weggelopen uit een Hollywoodfilm. En deze Aukje had een glimlach, die ging dwars door me heen. Ze had een glimlach, daarvan kreeg ik pap in mijn benen. En dat is zo gebleven tot haar dood. De terugweg in de auto van Sukabumi naar Rangas Pitung was de mooiste autorit uit mijn leven. Want Aukje stapte in en we begonnen met elkaar te praten alsof we elkaar ons hele leven lang kenden. We kregen ook voortdurend een slappe lach om helemaal niks. En hoe langer de autorit duurde, hoe intiemer de gesprekken werden. Aukje begon te vertellen over haar leven. En ook Aukje was geboren op Java. En ook haar familie had er al 3 generaties lang geleefd en gewoond en gewerkt. Kleine tip van Diederik van Vleuten. Mocht u thuis nog memoires tegenkomen en je leest dit soort teksten, dan kun je met een gerust hart de volgende 50 pagina's overslaan. Nee, want je weet precies hoe dit soort teksten, hoe het allemaal afloopt. Precies, inderdaad, verliefd, verloofd en getrouwd. Natuurlijk, Jan gaat deze prachtige vrouw niet laten lopen. Jan gaat trouwen met Aukje van der Werf, 1935, op de onderneming. En de meest gelukkige tijd uit hun leven breekt aan. Een geweldige bruiloft op de onderneming. En ze maken een huwelijksreis. En deze twee jonge verliefde mensen die zien de pracht en praal van Java. Wat moet dat geweest zijn? Ze logeren in de meest luxueuze hotels, het Preah Hotel.
Hotel des Indes, Batavia, nachtenlang. Ze gaan met z'n tweetjes in Sukabumi naar de bioscoop. En Jan schrijft, wij waren een half uur te laat. Dus ik gaf opdracht de film opnieuw te starten. Ja. Ze blijven slapen in Sukabumi. En de volgende dag komen ze uit het hotelletje. En wat zien ze? Het plein voor het hotel. Zwart van de mensen. Ze kijken naar de overkant, stadhuis. Op het balkon van het stadhuis staat een of ander klein kereltje een soort redenvoering te houden. En Jan die kruipt tussen de meute, komt dichterbij en denkt, zie ik het nou goed? Daar staat verdomme Anton Mussert. Het hoofd van de Nationaal Socialistische Beweging, de NSB. Wat doet in godsnaam Anton Mussert hier in Sukabumi? Jan had geen idee. Ik weet het nu wel, want ik heb de geschiedenisboekjes erop kunnen naslaan. 1935, Mussert houdt een grote tournee over Java om daar zieltjes te winnen voor de NSB, wat toen geen impopulaire partij was in Nederlands-Indië. Pas op. En Jan schrijft, die man die stond daar met allemaal potsierlijke gebaren zijn grote Berlijnse voorbeeld na te doen. Aukje en ik waren niet van plan onze huwelijksreis te laten verpesten door deze schetsfiguur. Kunt u zich voorstellen dat ik enigszins opgelucht was? Je zal de bladzijde omslaan en daar staat, Aukje en ik waren zo geïnspireerd door de redenvoering van de heer Mussert, hè, dat wij nog diezelfde middag volwaardig lid zijn geworden van de NSB. Ja, nee, maar je kan erom lachen, maar dan had ik nu een groot probleem gehad. Hè? Want dan was ik nu die Nederlandse cabaretier met dat NSB-verleden. Nou, ik kan je wel vertellen, speel je het volgend seizoen in zulke kleine zaaltjes, hoor. Dan ben je verder klaar. En ik zeg u ook meteen heel eerlijk, ik kom nu op het moeilijkste gedeelte van het programma en ik wil altijd liefst zo snel mogelijk doorheen. Ik heb mezelf de vraag gesteld, ik ga een programma maken over mijn familie, ik doe die grote kist open. Stel nou, ik kom een zwarte bladzijde in de familiegeschiedenis van Vleuten tegen. Ga ik u dat dan vertellen of mag ik daar met een laf boogje omheen lopen? Nou, mijn regisseur die was keihard, die zegt van Vleuten, familie, oké, prima, maar dan met de billen bloot alles vertellen. Dus ik vertel het nu, ik heb inderdaad een NSB-verleden. Mijn overgrootvader, Tuan Besar Pamplieten, Samuel Cornelis Simon van Vleuten, die was erevoorzitter van de NSB-afdeling Bussum. Ik herhaal deze zin, hij was erevoorzitter van de NSB-afdeling Bussum. Groot certificaat gevonden in deze kist, daar stond het met naam en toenaam. Je kan je voorstellen, de eerste keer dat je dat leest, ik had tranen in mijn ogen. Want ik dacht, dat was toch een lieve man? Dat was toch diezelfde man die toen met die hoed op die kade zijn zoon stond uit te zwaaien? Dat, waarom hij? En zo groot als de schok was de eerste keer dat ik het las, zo groot was de opluchting toen het bleek te gaan over de Nederlandse Sierduivenbond. Weet je waarom Jan meteen doorging? Omdat hij 2 dagen daarna om 6 uur 's ochtends zich moest melden op de rubberonderneming. En ik kan je dit vertellen. Als je daar stond uit broekie uit Nederland, dan hoef je echt niet aan te komen met zinnetjes als een rubberonderneming is toch niet helemaal mijn ding.